What up, peeps? Influenza, de sneaker leaker. Een hele goede dag. Natuurlijk een good afternoon en een buenos noches. Hangt er vanaf wanneer je deze filmpje aan het checken bent. Maar welkom bij het kanaal en welkom bij een gloednieuwe weekly wind-up waar we de hyped, limited, exclusieve sneakers van de komende week even gaan checken. En natuurlijk een kleine recapje van wat vorige week is gebeurd. En jullie zien het, ik heb nog steeds die patchen op. Dus Giannis zit nog steeds in de playoffs. Ze hebben laatst game 5 gewonnen op een hele dramatische wijze. It was like a 1-point game. Giannis needed to make one free throw. Hij had die eerste al gemaakt. De tweede heeft hij gemist. But by some weird way, Bobby Portis got the rebound. And got like the tip in or the tip back or the put back. Waardoor ze met 1 punt uiteindelijk waren ze naar voren gekomen. And then, Drew Holiday with 2 defensive plays. Tegen de defensive player of the year, Marcus Smart gewoon. Heeft hem gewoon overdominated him in de defensive stance. En heeft gewoon 2 hele goede plays gemaakt. Waardoor dus Milwaukee game 5 heeft gewonnen in Boston. Waardoor ze nu voor game 6, als het goed is I'm recording vandaag op een vrijdag. Dus als het goed is vanavond moeten ze dan tegen Milwaukee. Of Boston moet dan tegen Milwaukee gaan spelen. Dus I am confident that they will win game 6 alleen. Er kan nog van alles en nog wat gebeuren. Jaylen Brown en Jason Tatum kunnen gewoon 30, 40 punten allebei scoren. Dus als ze dus gewoon een ridiculous game 6 hebben in Milwaukee, kan het zijn dat ze terug naar Boston moeten gaan voor game 7. En dan wordt het helemaal spannend. Maar Giannis is still in the playoffs, still going strong. Heeft de kans to close out the series vanavond in Milwaukee. Dus we gaan kijken wat ik tot nu toe nog steeds denk, the greatest player on the planet op het moment, Giannis is going to pull through. Dus het is interessant wat nu in de playoffs gaande is. Vooral met de laatste, 1, 2, 3, 4. Vooral met de laatste 8 teams in de playoffs gaat het spannend worden. Maar Giannis zit er nog steeds tussen. Dus het petje is nog steeds op. Maar we hebben nog steeds wat sneakers die we kunnen aankaarten voor deze week. In week 19, in week 19, in week 19. Dus let's get right into this. Genoeg van de playoffs en Giannis. Let's get right into the sneakers for week 19, week 19, week 19. Let's gizzy, 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 gizzy. Women's Dunk Low Ocean moet deze week uitkomen. En jullie zien het al op de afbeelding. Het moet echt een ocean, een zee motief moet in deze Dunk Low zitten. En met een beetje stress factor of een beetje vervagenis. To show like the foams of the ocean. I gotta say, om heel eerlijk te zijn, it doesn't look bad. Wit en het is die oceanic turquoise of groene kleur op deze sneaker. Ziet er wel best dope uit. En het feit dat ze het niet op een manier hoe de patte waves is gedaan. Hebben ze in het eerder een soort van een stress. Een soort van vervaagde accentje op het leer gezet. Beetje wavy actie. Kinda to show the foam in the ocean. De base van de sneaker. De toe box en de zijdepanelen. En nog deel van de heel counter. Dat is gewoon wit leer. En we weten allemaal. De Dunk Low is toch wel ietsjes anders dan de SB Dunk Low. Dus dan heb je dus niet die zoom air in de midsole. Ook niet de support bij de heel counter. En dan heb je ook nog geen dikke tong. Dus bij de tong van deze Dunk Low. Vergeleken met een SB Dunk Low. Dus de Dunk Low is toch wel ietsje simpeler. Geef niet weg dat ocean motief dat ze bij deze Dunk Low hebben aangekaart. Wel best goed is uitgepakt. Je ziet ook bij de midsole dat het gewoon een witte midsole is. En dan kom je bij de outsole. Is het weer een translucent outsole. Maar een translucent sole bij een Dunk Low vind ik altijd wel dope. En ook nog met de oceanic vibe dat je dus bij de translucentness hebt. Het idee is dope. Het is niet echt een hele gekke verhaal bij de Dunk Low. Het is ook niet een hele speciale samenwerking. Maar het motief van het oceanic
in dus deze Dunk Low Women's verwerkt. Helaas is er geen size 13 gang bij deze maatserie. Because it's a women's Dunk Low komt het maar tot een 44,5 voor dames. Dus that's like a 42,5. 42,5 voor heren. Dus groter dan dat gaat hem niet worden bij deze Dunk Low. Maar voor de rest, het is wel een interessante sneaker. Vooral voor de zomer. I don't know of mijn vrouwtje hem daadwerkelijk wil, maar misschien wel. We gaan er sowieso voor proberen om het even heel simpel te redeneren. Omdat deze Dunk Low die Oceanic een motief heeft, kan het wel zijn dat het iets op de resale market gaat doen. Waardoor, als je dus interesse hebt om toch wel ergens een beetje te investeren voor de sneaker, go for the biggest size. Just go for the biggest size, want er zijn vast wel heren die zeggen, nou, ik heb wel een maatje 41,5 of 42, I can sneak it. Van de Women's Dunk Low Ocean gaan we verder met de Jordan 1 High Bleached Coral, die ook deze week uit moet komen. Nou, hoe ik mijn onderzoek heb gedaan voor deze Jordan 1 High Bleached Coral, heb ik ook nog eens gemerkt dat in Amerika of in andere delen buiten Europa, is er ook nog een Stage Haze naam bij deze Jordan 1. Nou, I don't know why this sneaker would be called Stage Haze. Ik zie de colorway van Stage of Haze. Of tenminste, ik weet niet precies wat een Stage Haze colorway is. Je zou denken dat het eerder met iets anders te maken heeft. Who knows? Maar de other appointed name voor deze sneaker is de Stage Haze. Wij kennen hem dus als de Bleach Coral. Nou, als je op de sneaker gaat kijken, zie je ook niet echt veel Bleach Coral colorway op de sneaker. Als je bij de logo gaat kijken, bij de tong, zie je wel dat de Nike Air in een Bleach colorway outline zit. En bij de insole van de sneaker zie je dus wel de Bleach Coral colorway weer terugkomen in de sneaker. Maar voor de rest, we're talking about black overlays, witte zijde panelen en een toe box, een zwarte swoosh en dan een zware grijze accent bij de heel counter van de sneaker. Ik moet wel heel eerlijk zeggen van buiten de Bleach Coral colorway die heel lichtjes op de sneaker staat, deze colorway hebben we wel eens vaker gezien. Voorbeeld, Jordan 1 High Dark Shadow. Voorbeeld nummer 2, Jordan 1 High Shadow 2.0. Nou moet ik wel zeggen dat deze Bleach Coral grijs is toch wel ietsjes lichter dan bij dus de Dark Shadow of tenminste ook nog bij de 2.0. How many white, black and gray sneakers moeten we nou in een Jordan 1 hebben om te zeggen van, come on now, Jordan. Kan het nou zijn dat jullie zeggen van, nou luister dan, wij hebben even geen dope collab, we hebben even geen dope winkel waar we samen mee kunnen werken. We hebben niet echt een nieuwe kleur uitgevonden of er is niet echt een interessante materiaal dat niet al is aangekaart bij een Jordan om dus bij deze toe te voegen. Waardoor we hebben geredeneerd van, luister dan, let's just go with the black white, that's always safe. En dan gooien we een grijze accentje. Nou, wat ik wel erbij moet zeggen bij deze Jordan 1 Bleached Coral is dat de zwarte overlays, dus het leer van de zwarte overlays op de sneaker, is cracked leather. Het is wel interessant dat er een ander soort leer is op de overlays van deze sneaker, maar is het feit dat het cracked leather is genoeg om te zeggen van this is een Jordan dat we dus in de collectie moeten hebben? I mean, don't get it twisted. Het ziet er wel dope uit. Zwart, wit met grijze accent op een Jordan. Ziet er wel dope uit, maar voor mensen die al vaker Jordans hebben aangeschaft, eventueel meerdere Jordans hebben en ook eventueel hun Jordan collectie willen uitbreiden, als je al de Dark Shadow hebt of de Dark Shadow 2.0, dan is deze toch een beetje aan de overbodige kant? Just my personal opinion. Let me know in the comment sections wat jullie hiervan vinden. Wilt niet zeggen dat het geen dope Jordan 1 is. Alleen voor mensen die al meerdere Jordan 1's hebben en ook nog die colorway al eerder hebben meegemaakt, is het nog echt nodig om nog zo'n Jordan 1 te gaan aanschaffen.
Maar dus dat, peeps. Dat was de weekly wind-up van week 19. En ik ben echt benieuwd wat jullie vinden van de Jordan 1 High Bleached Coral. Want, oh no. Leuke sneaker, maar het komt gewoon bijna overheen als een common sneaker. Of als een sneaker die we al die soort van colorway al eerder hebben gehad bij de Jordan 1. Dus, I don't know what it's gonna do. Maar dus dat. Dat was de weekly wind-up van week 19. En nu gaan we gelijk verder met de recapje van week 18, week 18, week 18. Let's gizzy, gizzy, gizzy. De SB Dunk Low Habanero was verleden week uitgekomen. Oftewel de SB Dunk Low Bart Simpson. Bartholomew Simpson was verleden week uitgekomen. En ik kan jullie al gelijk vertellen. Ja boy en vrouwtje hebben gewoon een dikke L gekregen op deze SB Dunk Low Bart Simpson. Oftewel SB Dunk Low Habanero. Ik durf te wedden dat er vast wel ook nog andere veters bij de sneaker was. En misschien nog ook nog een interessante doos. Maar dat heb ik allemaal niet meegekregen. Because I did not get the sneaker. En dus ik heb hem ook niet in hand om het te bewonderen. Wat ik heel graag had gewild. Want ik ben wel ergens een klein beetje een Simpsons fan. Vroeger had ik ook nog die hele Simpsons cast op een poster in my room. Huge poster with all the characters om deze SB Dunk Low Habanero, oftewel Bartholomew Simpson SB Dunk Low, nog binnen te halen in een size 13 gang was echt wel dope geweest. Maar dat ben ik. Mijn vrouwtje is een nog grotere fan van dus de Simpsons, want zij kijkt het bijna elke dag, elke seizoen heeft ze volgens mij al 2 keer gekeken en volgens mij die laatste seizoen zit ze echt nog te volgen. I mean, ever since the day I met mevrouwtje zat ze met de Simpsons tot de dag van vandaag. Wij zijn al iets van 13, 14 jaar verder samen. Dus, I mean, the love for the Simpsons hasn't stopped there. Maar als we gaan kijken in een size 13 gang, was dus deze sneaker voor retail een kleine 100 euro'tjes. En voor de resale in een size 13 gang zitten we op tussen de 275 euro en de 360 euro voor deze sneaker in a size 13 gang. Om te zeggen dat je lunch money krijgt, is toch wel ietsjes meer dan lunch money. You can straight double up your investment or double up your profit als je het nu in een size 13 gang zou flippen op een resale market. Laat staan if you are gonna hold this shoe for a minute. Ik denk persoonlijk dat deze sneaker makkelijk 450, 500 euro kan worden in 6, 7, 8 maanden. Once the hype dies down. Of dat er over een jaar of twee weer een Simpsons iteration gaat komen. Of dat we een Lisa krijgen of een Maggie. Als ik hem ergens voor een mooie prijs kan aanschaffen, ik ben daar. Van de SB Dunk Low Bartholomew Simpson, oftewel de Habanero SB Dunk Low, gaan we verder met de Jordan 1 High Utility, oftewel de Jordan 1 High Stash, die ook verleden week uit was gekomen. Dat was de sneaker met dus de side pockets aan de binnenzijde en aan de buitenzijde van de sneaker. En ook nog eens een fanny pack of een heuptasje of een sneaker heuptasje of een sneaker heel counter tasje hebben we nog nooit eerder gezien bij een Jordan 1 High. We hebben wel soort van iets in die richting gezien, dus een sneaker, oftewel een Jordan met pockets bij de Travis Scott Jordan 6. De retail voor deze sneaker was 175 euro'tjes en de retail in a size 13 gang gaat dus nu tussen de 180 euro en de 300 euro. Dus er is best wel een verschil tussen what people want to give for the shoe and what people actually want for the shoe. En ik zal jullie ook nog vertellen, I got a W bij de sneaker. Jawel, jublam. I mean, come on now people. Hoe ik deze Jordan 1 High Utility in hand heb, I mean, it's a totally different animal. But the pockets are very interesting. I mean, a clip pocket, hier zie je nog een beetje foam om echt te laten zien dat het een zakje is.
En dan zie je ook nog die tabs dat een beetje als off-white lijken. En dan heb je de heel counter tasje. Of de heel counter heuptasje. Of de heuptasje gewoon bij de sneaker. I mean, it looks good. Ik moet eerlijk zeggen, it looks good. Mijn paar is ook nog zonder blemishes. Je ziet geen lijmresten of zo. Of geen stitch issues of zo. Oké, okay, moet ik wel heel eerlijk zeggen. Een klein beetje lijmrest. Heel klein beetje lijmrest hierop. Maar voor de rest, de sneaker looks good. I have no idea wat ik nog in deze verschillende pockets ga zetten. En of ik dus die Jordan, of ik dus die sneaker gewoon zo ga dragen. I mean, come on, het is toch wel een dope sneaker hoor. In hand changes a whole bunch. I mean, look at it. Ja, wel toch. Zelfs zonder die fanny pack is die nog goed te dragen. Maar even met die pack nog erbij. Jawel man. Maar wat je nog wel bij de sneaker krijgt is ook nog deze tote bag. Of tote bag, maar het is gewoon echt wel een dope tasje wat je ook nog bij dus de sneaker krijgt. En dan krijg je ook nog een kaart wat staat met Air Jordan 1 High OG Utility 0001. Zie je nog ook op de kaart. En dan hebben ze nog een soort van gebruiksaanwijzingen van wat je dus, how you can style it. Of wat je met de tasje kan doen. Of wat je met de fanny packs kan doen. Dus je krijgt er wel additional dingen erbij. Geen extra veters, but I'm not mad. Maar ja, wel hoor. I think this one's going on toe binnenkort. I want to try it. Ik vind het echt wel een aparte sneaker. En vooral voor een Jordan 1 met die pockets en nog met die extra fanny packs op de sneakers en zo. I mean, come on, guys. Let me know in the comment section. Wat vinden jullie van de Jordan 1 Utility? Buiten van wat ik al heb gezegd, ik heb hem natuurlijk in hand, dus ik kan het ietsjes andere idee van de sneaker geven. Maar voor jullie die het niet in hand hebben gekregen en wel van de afbeelding een beslissing moesten maken van wat jullie van deze sneaker vinden om hem eventueel te proberen aan te schaffen of niet. What do you guys think? Nu dat jullie ook weten dat de fanny pack eraf gaat, je krijgt nog een extra tasje erbij en zo. En de afwerking van de sneaker is gewoon daar. I mean, buiten deze kleine glue blemish dat ik hier heb, voor de rest, die sneaker is echt wel daar. Maar dus dat, peeps. Dat was de weekly wind-up van week 19, week 19, week 19. En natuurlijk die recapje van week 18, week 18, week 18. Als jullie deze filmpje dope vonden, gun je boy die like. Als jullie vinden dat andere mensen dit soort informatie ook nog eens moeten weten. En vooral hoe ik dus die stash niet in hand heb gekregen met die extra bag. En ook nog de heel counter fanny pack idee die dus ook nog eraf kan. En dat je ziet ook nog dat de logo dus heel mooi doorgaat. I did not have a lot of blemishes op mijn sneaker. Ik vind hem echt wel een goede afgewerkte sneaker. Maar als je vindt dat andere mensen dit soort informatie ook nog eens moeten weten, gun je boy die share. Ik hoef jullie niet uit te leggen wat jullie met de subscription button moeten doen. Want YouTube doet ook niet zo moeilijk met algoritmen en dat soort dingen met de subscription button. Maar met de notification bell. Als jullie die aanklikken, dan krijgen jullie elke keer weer te weten als ik weer een nieuwe filmpje drop. En dan blijf ik het zeggen. Every single time again, let's keep this culture going. Jullie weten zelf.